Ja, deze was wel heel belangrijk, ja, want lang niet gewonnen. Staan er niet goed voor. Ja, dan uitwinnen bij Helmond Sport 3 punten, dat is altijd lekker. We beginnen heel slecht aan de wedstrijd. We hebben geluk dat we niet na, het is het 15 seconden 1-0 achter staan. Maar ik denk dat we daarna goed herpakken, 2 goede goals scoren. Ja, na rust een dom momentje misschien met de rode kaart. Maar ik denk als team goed uitgevoetbald en ja, terecht gewonnen. Dus we beginnen in de kleedkamer, we scherp beginnen en ja, iedereen gefocust en iedereen wil scherp beginnen. Maar ja, ik weet niet hoe dat gebeurt. Toch, ja, het gaat toch heel makkelijk, want ze spelen 3 keer de bal tussendoor en ze staan 3 keer alleen voor de keeper. En dan heb je geluk dat, dat die bal er niet in gaat. Ja, zeker wat je zegt. 2-0 voor de tweede helft begint. Ja, dan moet je hem uitspelen, mag je hem nooit meer weggeven. Ja, dan is het met 10 man verder moet in de... In de tweede helft gelijk heel snel aan het begin. En dan denk ik dat we toch als team goed uitgevoerd hebben. Ja, zeker. Ik denk dat de verdediging goed stond. Ze speelden alleen lange ballen. Ik denk dat het duel is goed gewonnen weer achterin. En Etienne heeft ook nog 1 goed schot net voor tijd. Maar ja, dan wordt het misschien 2-1. Maar 2-0 is toch lekker voor de keeper, voor de verdediging en voor onszelf allemaal. Ja, toch weer de 0 gehouden. Dus ja, dat is heel belangrijk. Ja, ik denk het wel. Ik denk als 11 tegen 11 spelen. Nu gingen we toch verder naar achter en ja, wachten op een counter die we nog krijgen. Maar ja, 2-0 is ook genoeg.